Niels, goedemorgen. Ik heb niet heel veel verstand van auto's. Kun je mij uitleggen waar ik op moet letten om een mooi design te onderscheiden van een minder goed design? Waar kan ik dat aan zien? Nou, uiteindelijk draait het om de mens. Auto's worden gemaakt voor mensen. Ja. En wat wij doen in Londen is nog veel meer om mensen heen ontwerpen. We maken bespoke auto's, dat is jullie bespoke vak maken natuurlijk. Echt op maat voor één patroon, zoals wij dat noemen. Eén man of vrouw die naar ons toe komt en zegt van dit is mijn ultieme droom. En we gaan dus eerst, bijvoorbeeld voor deze Tesla, die we recentelijk hebben geïntroduceerd op basis van de Tesla Model S, hebben wij een shooting break gemaakt. Dan gaan we eerst in gesprek met die persoon en op huisbezoek gaan kijken wat er daar in de kast staat, de vloer ligt, hoe de tuin eruit ziet, de autocollectie. En al die zaken informeren het ontwerp van die auto. Oké, maar dan nog even toch terug naar die vraag van, je hebt het met jouw collega's, heb je het natuurlijk over van dit is een mooi design, want wat komt er dan vaak uit? Als we die shooting break van Tesla pakken, die een half jaar geleden nog maken, wat maakt dat nou een mooi en goed design? Het is een combinatie van verschillende factoren altijd bij autodesign. Het is een auto zien autodesigners allereerst op drie verschillende manieren. Ja. Proportie, 10 meter afstand. Mm-hmm. Surfacing, de huid van de auto, ongeveer een meter afstand. En dan jewelry, net als de juwelen bij de mens, ongeveer 10 centimeter afstand. Ja. En de jewelry van zo'n auto is bijvoorbeeld dit. Dit is onze badge, die is met de hand gemaakt in Engeland. Niet van kunststof zoals bijna alle badges op auto's tegenwoordig, maar dit is metaal. En het is geen zwart en witte lak, maar het is een deep black chrome zoals het dan heet. Dus het is bijna van alle hoeken is die zwart, maar dan heel af en toe als het zonlicht erop valt. Beetje zoals wij de Baratea met de smoking gebruiken. Exact, ja, bijna altijd zwart. Ja. En dit is dan een enamel zoals het dan heet, een witte insert die dan met de hand in wordt gemaakt. En het is misschien wel een aardig linkje met wat jullie doen natuurlijk. Je zou hier kunnen zeggen dat de perfectie zit hem in de imperfectie. Alle kunststof badges op 99% van de auto's zijn 100% perfect, altijd hetzelfde. Ja. En hier kun je zien dat er mensen aan hebben gewerkt. Hier zit iemand te polijsten. Van dat idee hou ik wel. Ja. Dat is met pakken natuurlijk ook zo. Exact, Van, en dan hebben wij nog een product waar de stoffen bewegen, waar de mens verandert gedurende hoe moe die is of hoe die staat. Of een pak kan bijna niet perfect zijn. Voor een auto zou je bijna kunnen zeggen dat dat wel het geval is. Of durf je dat ook niet te roepen? Ook weer niet, want je kunt altijd ergens een stap maken. Maar dat betekent als je er hier iets afhaalt, en dat is bij een pak eigenlijk ook zo, denk ik. Dan moet er daar ergens anders weer iets bij. Hè? Ja. Je kunt een auto wat lager maken, maar als die mens er niet meer in kan, dan... Zoals jij met je 1,95 of 94. Exact, dan wordt dat toch lastig. Ja. Dus het is altijd een compromis. Hoe doen jullie dat met de pakken? Hoe belangrijk is de mens daar? Nou ja, dat is in het vertrekpunt precies hetzelfde. Ik bedoel, ons vak is echt wel gelijk. Ja, eigenlijk een parallel, denk ik. Ja, zeker. Ja. Je gaat eerst op zoek naar hoe wordt het gedragen, wanneer wordt het gedragen, wat voor kleuren passen bij de gelegenheid. Ja. Kijk, een pak zou je af moeten stemmen op de temperatuur en op de kledingvoorschriften die gelden of de mores die gelden in een bedrijf. Ja. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk vooral iets zeggen over je karakter. Op het moment dat je alleen maar donkerblauwe pakken draagt, zegt dat echt iets over je karakter? Volgens mij niet. Dus net als een BMW 5, dat zegt heel veel over de rijder, maar ook nog niet helemaal alles. Hij krijgt pas door de kleurstelling of door de samenstelling, krijgt hij dat karakter wat past bij die man of vrouw die kiest voor die auto. Ja. En dan kan hij hem nog weer een stap verder. Dan komt meneer of vrouw bij jou langs om hem helemaal te fine-tunen. En dat is bij ons ook zo. Dus het liefst wil ik ook in die kledingkast kijken en wil ik ook het huis bekijken, net als wat jij doet. Ja. En in ieder geval meer weten over die mens. Want een stof, hoe aaibaar die is of hoe glad die is, dat bepaalt uiteindelijk natuurlijk het resultaat. Ja. En hetzelfde met het aanmeten en het bepalen van de verhoudingen. Ik gebruik vaak deze. Kijk, een goed pak, dat herken je, of een goed pak. Een pak kan in ieder geval, wordt bepaald door schouderaanzet, breedte van de revers, diepte van het uitsnijden, het wegsnijden al dan niet, lengtes, proporties. Ja. Waar zit die taille? Zit die Italiaans hoog
of Engels laag. Ja. Hoe loopt deze lijn? Is die lichaamsvolgend of juist wat klokkend, wat de Engelsen vaak doen? Ja, ja, dit is eigenlijk, als ik dit zo zie, dit zouden wij binnen autodesign dan de graphics noemen. Ja. Hè, dus je hebt enerzijds de proporties en dan zijn dit de graphics. Hè, dus dat linkt dan met bijvoorbeeld ruiten, achterlichten, chromstrips, koplampen. Want die graphics, waar je die neerzet, bepaalt natuurlijk. Ja, maar daar hebben wij het wel eens over gehad. Want dat deze lijn in die Tesla bij jou, daar had je het toen over. Dat vond ik toen heel leuk. Van, en dit maakt een auto langer en dit breekt hem dan weer. Dat kun jij veel beter uitleggen dan ik. Maar ik was gefascineerd hoe je dat vertelde. Ja, het is eigenlijk een rijdende sculptuur, zo'n auto. En vanuit ieder perspectief moet het kloppen. En de links met die spookshoots zijn natuurlijk legio, want ook daar, de mensen moeten vanuit alle kanten kloppen. Ja. En als het reveren van voren misschien wel aardig uitziet, maar ik zie het van de zijkant, het steekt op een rare manier uit. Ja, nee, dat past niet. Precies. Dat past niet. En die lijnen, precies hetzelfde wat je zegt, die lijnen moeten gewoon kloppen. Ja. En eigenlijk moet gewoon alles kloppen. En dat zien wij hier heel vaak en dat zul jij ook hebben. Maar dat mensen hier pas op uitlopen en dan zo'n smaal krijgen, ja, daar doen we het natuurlijk voor. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, we hebben voor de eigenaar van de Tesla gebaseerde shooting brake, een snelle stationcar, hebben we een lak op maat ontwikkeld. Ja, hoor ik je vertellen. Ja. Geweldig. En dat was niet iets waarvan hij in het begin zei van nou, dat moeten we zeker doen. Dat is toch weer een behoorlijke investering. Ja, we hebben 10 lakken ontwikkeld. Ja. En uiteindelijk is die lak hetgene waar hij niet over ophoudt. Als we in de media komen met die auto. Die kleur, die past helemaal zo bij hem. Dat is precies hem ten voeten uit. Heel subtiel. En dan als het zonlicht erop valt, een heel subtiele, kleine goldvlekje erin. Nou ja, dat is hem ten voeten uit. Laat ik eerlijk zijn, bij ons in de pakken gaan we niet zo ver. Ik zou het ultieme vinden om ook een stof voor iemand te ontwikkelen en dan dat helemaal goed bij elkaar te brengen. Mm-hmm. We maken hier gebruik van 10.000 bestaande stoffen en kunnen dan nog wel heel wat vinden. Ja. Maar wat je hier gedaan hebt is echt het ultieme bespookgevoel. En daar gaan we allebei voor, dus dat is echt mooi. Ja, dat is zeker een mooi.